En we hebben het, kijk, we hebben het even opgezocht. Het is gesneden boerenkool. En dat hoef je dus niet snel te snijden. En dat gaat er ook weer in. Vanaf dat leuke kleine natuurcampingje naar een massale plek gegaan in Albufeira. Omdat we die ook eens een keer wilden bekijken. En dat gaan we nou doen. Je moet even wennen, want je ziet zoveel campers dicht op elkaar staan, maar als je eenmaal een plekje gevonden hebt, dan valt het over het algemeen best mee. En zeker nu we weer blauwe lucht hebben, het ziet er heel leuk uit. Wat het weer betreft in ieder geval, hè? Zo. En dan gaan we even de faciliteiten bekijken. Er zit net een wachttoren hiernaast. Ja, dit is een voetbalveld hierboven. We zagen de jongens net naar boven gaan. En die hebben hun zondagse wedstrijd waarschijnlijk. Toilet. Even wachten, Gerard. Dames toilet. En dit is... Dit zijn twee douches. En een toilet. Ziet er... redelijk netjes uit, allemaal keurig schoon. Mannen-wc, exact hetzelfde. En daar hebben we de lavanderia, de laundry, de wasgelegenheid. Eens even kijken hoeveel wasmachines hier hebben. Nou, de centrifuges draaien volop. Jongen, jongen. Oh. Wat een herrie. De wasmachines, twee wasmachines, twee drogers, 4,5 euro. Je kunt strijken, gauw weer weg hier. Schoonmaken, water weg laten lopen. Wc leegmaken. Allemaal goed voor alle. Wat kost het hier? Was het geen 9 euro inclusief stroom, hè? Ja. Ja. De grote jongens even, hè. Dit zijn de grote jongens die hier zo te zien de hele winter bivakkeren. Die hebben alles ingericht als zijnde hun eigen tuin. Kijk, dit is helemaal vastgezet. Ja, moet je willen. We hebben een lekker reizend leventje gehad. Zoals iemand zei, je bent een stel zigeuners. Ja, zijn we graag. De gemeentelijke markt. Nou, dan gaan we eens even bekijken. De polier. Ja. Oh, mooi. Dit is kennelijk de Portugese markt waar veel Portugezen naartoe gaan. De charcuteria ziet er allemaal heel erg lekker uit met echte Portugese producten. Lekkere worst. Ja. Bom dia. Oh, daar heb je ook nog wat. Kijk eens.
Oh, dit is echt... dit zijn allemaal Portugese lekkernijen. Lekkere worst. Ja, ziet er goed uit. Nou, hier kunnen we ook nog naartoe, Gerard. Non parla portuguesa. no, Holanda. Sì. Reclame, pour vous, televisione. Ja, oh, wat ziet dat er schattig uit. Wat leuk allemaal, hè. Heel mooi. Kijk, dit is Portugese. Het knutselwerk. Van deze en gene. Kijk, een mooi molentje. Ja. Ziet er goed uit allemaal, hè? Leuk. Oh, custom, ja, zie. Cliënten die is er niet. Ah, 2010, ja, oké. Dan gaan we weer. President de Republica. Ah, president de Republica. Eerste, Catroga. Ministro, goed. Ah. Kijk, dit moet je even ver. Zo'n short. Simpatica charcuterie. Já há alguns anos gosto de comprar os seus produtos de alta qualidade e de um bom ambiente simpático. Cecília, Salerno. Ah, Cecília. Mooi, mooi. Nou, ja, zie. Welke datum hebben we vandaag? Dat is 6 maart. 6 maart. 6, 0, 3, bekende roltrappen. Let's go.
Nou, wel gezellig, hè? Albufeira op zondagmorgen. We zijn weer terug bij de Mercado Municipal. En we gaan hier wat eten. En we hebben uitgezocht een typisch Portugees maaltijd. Dat is deze. Als ik hem er goed op krijg. Ja. Voor Betsy en voor mij de sardinha. Nou, we gaan het eens proberen. We hadden niet zoveel zin om bij al die toeristen te gaan zitten. Ik denk, nou, lekker, maar eens even hier Portugees. En hij komt al binnen met een beste pot bier. En een flink glas wijn. Obrigado. Yes. What is it? It's called bifana. Yeah. It's a Portuguese dish. Mm-hmm. Yeah. Portuguese beef. Yeah. Okay. And this is sandwich sardinha. Okay. Sandwich sardinha. Thank you very much. Dat is Portugese vlees. Ja. En nou doe die ook even? Ja. Oh, op die manier. Oh ja. Dat zijn sardientjes uit Blik. Nou, dan gaan we er een mix van maken. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. De boss. De big boss. De big boss. Big boss. Het is goed. Ja, het lekker. Typisch Portugees. Portugees, hè? Sandwich. Ja. Portugees. Pork sandwich. Pork. Ja. En this we have sardine. Ja, zie. Nou, we gaan proberen. Ja. Thank you. You're welcome. Thank you. Hartstikke lekker. Ja? Ja. Hebben we nog niet die sardientjes geprobeerd? Nee, maar. Maar dit is. Maar wat is hier lekker aan? Wat is hier zo? Een dunne stukje vlees met lekkere kruiden. De Portugese keuken is over het algemeen eenvoudig, maar wel lekker. Ja. Een broodje bifana kost hier 2 euro. Een broodje sardientjes, 1,70 euro. Een Copo Grande, dat is een groot biertje. Dat weet ik niet. Ik geloof 1,20. En een Caneca, dat zal dan de wijnbel zijn, is 2 euro. In totaal 6,90 euro. Een lekker Portugees lunchje. Die heb je gekocht, hè? Deze. Ik ga kookzoep maken vandaag. Ja. Soepa. Moet je dan meer hebben? Hier. Ja. Ik wil voornamelijk een koolsoepje maken, omdat dat een typisch Portugees gerecht is. Ja, en daar hoort dan toch ook Portugese knoflook bij, hè? Geen geen Spaanse. We gaan het proberen. Uien heb ik nog? Ja, oké. Okay. Ja, ik heb... nou kijk eens. Vanmorgen zijn we naar een Portugese markt geweest. En ik ben van plan om vandaag een caldo verde te maken, een Portugese koolsoep. En ik heb een kooltje gekocht en
volgens de meneer van de winkel moest ik er ook nog wat caldo verder, boerenkool. Hij had Spaanse knoflook, maar ik zei nee, ik wil allemaal Portugese producten. Nou, hij zegt, dan krijg je de Portugese knoflook. Goed, neem me die erin, een rode aardappel in, wat aardappeltjes erbij in. En chorizo, een stukje chorizo worst, doe niet de hele worst erin hoor. Maar het is echt lekkere worst, die hebben we al geproefd. En dan nog wat koriander erbij in. We gaan het gewoon proberen. Ik heb het nog nooit. Nee, peterselie heb ik niet. Oh ja, zat er ook weer in. Peterselie en koriander. Ja, inderdaad. Dat heeft hij bij elkaar in gedaan. Ja, gaan het proberen en we zien het straks. We zullen eerlijk melden of het smaakt. Oké. Ja. En de koriander en de peterselie wordt gesneden. Ik heb niet alles nodig. We zijn zo druk met de voorbereiding dat we helemaal vergeten om te filmen. Nou, Betsy is met de knoflook aan schoonmaken. En ik heb de kool gesneden. Of in ieder geval, ik ben er mee aan het snijden. Maar eerst maar eens een halve kool. De uien. Maar ja. Het begint al heel wat te worden zo. Gerard heeft de kool gesneden. En dat scheelt een heel stuk, want het is best nog wel een hoop snijwerk. En ik moet eerlijk zeggen, als je zo'n stukje kool zo proeft, lekker, knapperig. Dus nu doen we die kool, die ga ik kopen. En daar voeg ik wel een groente bouillonblokje bij toe. Caldo de legumes, van de continenten in dit geval. En dan gaan de aardappeltjes erbij met wel 6 tenen knoflook. Lekker. We krijgen vanavond geen visite. En we eten allebei graag knoflook. Dus geen probleem toch? Nou, en dan gaat de ui erbij in. En dan doen we er wat water bij. Oeh. Gaan we het zien. Dan moet de worst nog gesneden worden. En dat is het liefste wat ik doe. En je snapt wel waarom. Ik moet zeggen, dit is echt lekkere worst. Gerietse worst, maar ook een beetje gerookt. Dus ik heb ze nu in Portugees, ja. En dit is ook nog een worst met een verhaal. Want wij hadden al een tijdje geleden hadden we ook al eens een keer zo'n worst gekocht. En die kostte toen 3 euro. Nee, 4 euro. 4 euro was die. En daar waren we vorige week bij de Intermarché, was dat geloof ik, hè? Bij de Continenten. Oh, bij de Continenten. En toen zagen we die worst liggen voor 2,99. Oh, nou, scheelt toch een euro. Laten we er maar een paar meenemen. Kom bij de kassa, kijk de kassabon na. 5 euro staat erop. Ik ben terug, zegt tegen de juffrouw, van dat klopt niet, kijk eens. Oh, loop maar even mee. Inderdaad, stond 2,99 op. En bleek dat de prijs dus niet goed was. De prijs werd eraf gehaald. Ja, we hadden wel 2 van deze worsten. En die kregen we dus wel voor 2,99. En ze zijn we toch lekker? En die zijn echt lekker, hè? En we hebben het... Kijk, we hebben het even opgezocht. Het is gesneden boerenkool. En dat hoef je dus niet zelf te snijden. En dat gaat er ook weer in. Het begint al lekker te ruiken. Ja, dat ruiken jullie nog niet. Maar wij wel. En dan de koriander. Hoewel ik helemaal niet zo gek ben op koriander. Maar het schijnt... En peterselie, hè. Het hoort wel bij het gerecht. Dus we gaan het proberen. Gaat heel wat in, hè. Het waren 8 tenen knoflook, hè? Ja, voorlopig geen last van de buur. Ja, nee. Zo, poppetje gezien, dekseltje erop, even koken en
dan pureren. Makkelijk van die glazen deksels, hè? Kun je zien wat er gebeurt. Ja, dat is super. Dat is echt geweldig. Ja. Kijk, dan proef je ook nog de groentjes. Als je hem al te fijn pureert, krijg je toch altijd een andere smaak. En dan gaat de worst er straks bij in, hè? Die chorizo worst. Die maakt wat over. Ja. Je ruikt de koriander, hè? Ja, het is echt een koolsoep. Kijk. Je kijkt nog niet echt enthousiast. Nou, het is heel anders dan bloemkoolsoep of broccolisoep. Het is warm hoor. Ja. Ja. Dat is lekker. Ja. Ik mis alleen de worst nog. Doen we straks. Ja, zo. Oké. Okay. Ja. Zover? Ja. Maar we gaan nou nog geen soep eten. Koken met Betsy. Ja. Nou, lieve mensen, dat was er weer vlog 31. Vlog 31 van onze overwinterreis. Voornamelijk in Portugal. We schuiven zo langzamerhand richting Spanje, want we willen terug langs de Costa's. Maar dat laten we je nog wel even weten. Zij staan weer op de parkeerplaats bij het vliegveld. Vinden we een hele mooie plek. En bedankt voor het kijken. En de soep, ja, die smaakte prima. Maar we zeggen, nog weer zo'n pan soep maken? Nee, toch maar niet. Dus... tot de volgende keer. En als je het leuk vond, duimpje omhoog, abonneren. En dan mag je nou nog even Betsy goeiedag zeggen. Ik mag jullie goeiedag zeggen. Bedankt hè. Tot ziens. Dag.